de markt van recreatiewoningen in Nederland. Graag praat ik u bij over hetgene wat op dit moment toch wel opvallend is. En dat is het vraag en aanbod van recreatiewoningen hier in Nederland. Twee dingen vooraf. Dit is geen beleggingsadvies, laten we daar heel helder in zijn. Dit is wel een weergave van wat onderzoeken die gepleegd zijn naar die markt in recreatiewoningen. Als we praten over recreatiewoningen in dit kader, praten we over de vaak van steen zijnde woning, vaststaand. Nou, we praten niet over staakcaravan of iets in die richting. En we praten met name over de ontwikkeling van de laatste twee jaar, in 2015 en nu voor een deel 2016, aan de situatie zoals die op dit moment is. Die markt van recreatiewoningen heeft in 2015 twee keer zoveel transacties opgeleverd als in 2014. Hij is verdubbeld. De vraagzijde van die markt, er is vooral vraag naar het luxere segment. Het aanbod is deels nieuwbouw en is deels verouderd aanbod. Het verouderde van het aanbod kan zitten in het feit dat het park of de recreatiewoning al gedateerd is in de zin van al een hele tijd staat. Maar kan ook zitten in de steeds veranderende wens van de consument waarin dat park of die recreatiewoning niet meer kan voldoen. In die vraag naar recreatiewoningen vraagt 40% van degenen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een recreatiewoning naar nieuwbouw. Dat is opvallend. Een aantal gebieden blijkt heel erg in trek te zijn. Zeeland, de kust van Noord-Holland, de Veluwe. En men kijkt met name, want dat zijn de interessante gebieden, daar waar bos, strand en of in de omgeving interessante voorzieningen zijn. Wat dat betreft is Maastricht niet gelegen aan bos of strand, dat is ook helder. Een interessante uitzondering in die gebieden die het goed doen wat recreatiewoningen betreft. Vaak wordt die recreatiewoning gezien als alternatief voor andere beleggingen. In 20% van de gevallen koopt iemand puur vanuit beleggingsoogpunt. In al andere gevallen zijn het mensen zowel uit Nederland, België als Duitsland. En ook mensen die voorheen geëmigreerd zijn, die een alternatief zoeken voor de tijd dat ze in Nederland willen verblijven. Kopen voor deels eigen gebruik. De alternatieve belegging zit in het feit dat nu spaargeld weinig opbrengt in deze tijd en ook obligaties niet echt renderen. En er zijn mogelijkheden om recreatiewoningen aan te kopen met een gegarandeerd rendement of met huurprognoses. En dat is vaak het uitgangspunt om het als alternatief te zien voor je beleggingen. Wij proberen zoveel mogelijk daar waar de vraag naar ons toe komt om die recreatiewoning en de aanschaf van die recreatiewoning te financieren. Van belang is wel, als je er als koper naar kijkt, wij denken dat drietal zaken van belang zijn. Als het om financiering gaat, kijk even naar het feit of het al of niet op erfpacht is. Onze mening is dat in de loop van de tijd dat eerder minder goed gefinancierd zal worden dan beter. A, het dient de woning te zijn van steen of voornamelijk van steen. Als het om een financiering gaat. En als je kijkt naar de rendementen, dan zul je in dat rendement ook moeten meenemen wat is dadelijk de exit, wat is de waarde van die woning na enige tijd als ik hem zou willen verkopen. Van belang daarbij is dat A, de ligging van de recreatiewoning, B, wie is de partij die verhuurt. Een recreatiewoning die constant goed verhuurd wordt, zal zijn waarde behouden, is onze indruk. Kortom, zowel voor eigen gebruik als alternatief voor beleggingen is de vraag behoorlijk groeiend naar recreatiewoningen, vooral in het luxere segment. En daarvan kiest degene die koopt in 40% van de gevallen in principe voor nieuwbouw. Ter afsluiting, nogmaals, dit was geen beleggingsadvies. En misschien is het handig als je dan kijkt naar de aanschaf van een recreatiewoning als belegging, om ook weer naar het filmpje te kijken over hefboomwerking.